Nou, je hoort een ambulance voorbij komen. We staan op de Koolsingel. We gaan zo meteen in gesprek met 13 burgemeesters van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En we gaan het als Stichting Acute Zorg voor de Putten-Rozenburg hebben over de aanrijdtijdennorm. Het mogelijk afschaffen daarvan, die 15 minuten aanrijdtijdennorm voor ambulances. En het registreren ervan, dan willen wij terug op de website van de veiligheidsregio. Het moment van aandacht, onze brief aan u gezonden op 14 februari, jongsleden, betreffende behoud 15 minuten norm aanrijdtijden voor ambulances bij de AR, licht ik hierbij graag toe. Voorzitter, de schrik zit er behoorlijk in over de zorgwekkende ontwikkelingen binnen de acute spoedzorgverlening in Nederland. Inwoners, met name in de kleine gemeenten, zijn de sjaak. Er wordt in minder dan 80% van de gevallen slachtoffer in acute nood binnen de norm van 15 minuten bereikt. Althans, wij concluderen dat sinds het afschaffen van de inzage per 1 december, jongsleden, op de website van Rijnmond Veilig en het dashboard, dat dit niet ineens is verbeterd. Sterker nog, wij vermoeden dat de cijfers nog lager zijn geworden. Ook de tweede aanrijdtijdennorm, die van 45 minuten, staat onder druk. Het plan om deze ritten te verruimen of af te schaffen onder impuls van minister Ernst Kuipers zijn onder dwang van de VNG door hem in de ijskast gestopt. Houden ze ook niet waar? Voorzitter, waarom wij als burger geen inzage meer in de actuele en historische resultaten op de website hebben, is onze vraag, heeft u die inzage wel? Terwijl deze rapportage per gemeente toch up-to-date moet worden gehouden en moet worden gerapporteerd, twee simpele knoppen aanzetten en de registratie is terug te zien door iedereen. Voorzitter, de twee belangrijkste parameters van de genoemde 26 worden afgeschaft of verruimd in een langere tijdcyclus. Dit zal absoluut de kwaliteit van de acute spoedzorg verslechteren. Dit is de angst van ons burgers. Wij vrezen dan ook dat met het onacceptabel verruimen van de aanrijdtijden dit ernstige gevolgen zal hebben voor alle inwoners van Nederland wanneer zij spoedzorg nodig hebben. Het RIVM berekende dat er 40 ambulances meer nodig zijn in Nederland, gebaseerd op 26 parameters. Maar ze komen er niet omdat er door de werkmaatschappijen en nog meer vrezen wij middelen bedacht zijn en worden om niet extra te hoeven investeren en de zorgverzekeraars niet te hoeven verantwoorden. U kent dit plaatje, 45 minuten, geen norm voor ambulancezorg. Ja, voor 5% van de A1-ritten geldt het inderdaad, hè, dat het niet hoeft. Voorzitter, weet u dat er de huidige en toekomstige werkzaamheden aan bruggen, het wegennet en de gehele infrastructuur in de regio Voorne, Putten en Rozenburg, maar ook op en naar Goeree, Overflakkee en de Hoekse Waard, deze bijna onbereikbaar dreigen te worden tot aan 2035. Hierdoor de dekking van voldoende ambulances voor deze gebieden vervalt, die er nu al onvoldoende is. De dienstdoende ambulancebroeders ter plaatse weten wanneer zij in hun eigen regio rijden het verschil kunnen maken. Wat ons betreft onbegrijpelijk dat er steeds meer gebruik moet worden gemaakt door ambulances vanuit andere regio's, gebieden, en hierdoor veel langere tijd nodig hebben om een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en IC-capaciteit te kunnen bereiken. Die absoluut moet terugkomen in Nisse Waard. We hebben urenlange gesprekken gevoerd met personeel dat zich helemaal scheel rijdt. Zij angsten moeten uitstaan waarbij de agressie tegen deze zorghelden alleen maar toeneemt. Te gek voor woorden wat ons betreft. Wij gaan ervan uit dat u allen die mening deelt, voorzitter. Minister Kuipers beslist.nl samen met de zorgverzekeraars. De inspectie G&J grijpt niet in en laten het allemaal gebeuren. De Nederlandse zorgautoriteit laat het erbij. Te kort, te veel onderzoeken. Beide organisaties verklaren aan ons dat ze in gesprek blijven, maar daar vragen wij niet naar. Zo zal het doorgaan met het verschalen van de volledige acute spoedzorg. 28 van de 50 middelgrote gemeenten moeten hun spoedeisende hulp met IC-capaciteit en de acute babyzorg sluiten als het aan de minister en de zorgverzekeraars ligt. Gemeente Zutphen en Zoetermeer zijn aan de beurt.
Conclusie, het gaat om geld in de acute spoedzorg. Hoe minder normen men hanteert, hoe lager de kosten, hoe groter de kwaliteit, is het advies bij de beleidsbepalers. Wat het bestuur van de stichting betreft, absolute totale waanzin. Voorzitter, de VR zegt in een jaarverslag, we zijn er altijd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor samen sterk in risicobeheersing, incidentenbestrijding en crisisbeheersing, etc. Wat ons betreft zou erbij moeten staan, we zijn er altijd met de normen die ervoor gelden, op tijd. Ga dit realiseren, stel dit als absolute doel, SVP. Voorzitter, onze adviezen heeft u gelezen in de brief. Iedere inwoner moet openbaar de percentages van de arbeidstijdennorm kunnen inzien via de website, om zo te kunnen zien wat de prestaties van de ambulancedienst zijn. Wij dringen ernstig bij u aan als bestuur van de veiligheidsregio om dit te verwezenlijken. De 15 minuten norm, aanrijdtijden voor ambulances bij acute spoedritten te behouden bij de ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. De registratie hiervan in percentages via de website Rijnmond Veilig Dashboard terug beschikbaar te stellen en actueel te houden. Onder verantwoordelijk toezicht van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Voorzitter, ik ga afronden. Wij verzoeken u dan ook met klem het budget ter behoeve van de ARR tussentijds te verhogen. Dit met de aflatende zorgverzekeraars te bespreken en vast te stellen. Zorg ook ARB dat u allen als burgemeester invloed krijgt binnen het ROAS. En over uw eigen stad regeert betreffende dit onderwerp. Onze brief aan u is wat dat betreft helder. Heeft u nog vragen? Dank u, voorzitter. Het punt is heel belangrijk en krijgt heel veel aandacht. Ik dacht eventjes dat het zeker is dat u dat ook gaat weten. En daar was vanmorgen ook, was ook de samenvatting van de huidige voorzitter, Dirk de Bron en de burgemeester en voorzitter Roze Kring. Om naar het publiek beter te vertellen wat allemaal gedaan wordt om die infrastructurele werken beter te begrijpen. Wat het probleem is en hoe we dat probleem ook zo goed mogelijk proberen te tackelen. Ik zou toch wel willen pleiten voor een wel zo goed mogelijk inzicht van verschillende indicatoren. We weten dat we het aan de hand van verschillende indicatoren moeten beoordelen. Het pleidooi voor in ieder geval zo goed mogelijk inzicht ook in de registratie van de percentages via de website. Daar zou ik eventueel nog graag een reactie op willen. Ik denk dat op die manier ook bij raden het volledig mogelijk kan zijn. In de korte spreek ook een raadscommissie bij ons. Ja, misschien ook nog een reactie op en inzicht in dat zal niet alleen dus deze zomer in maart een ander zijn, maar ook in wat zijn nou de indicatoren waarvan wij hebben te beoordelen, dat zou toch wel zo goed mogelijk moeten zijn. Ik zal even een reactie eens. Op dit moment nog kort naar de ambulance Dirk de Bron. We hebben de DP maar we hebben afgelopen half jaar meerdere keren uitgebreide thema-discussie over de ambulance in onze regio gehad. Dat is over die 30 minuten norm nog langs gekomen. Ter ruste van meneer Heidakker, de rapportages intern op managementniveau blijven verzameld worden. En we hebben bij een thema-discussie van deze collega van Hornenzee hebben we afgesproken dat burgemeesters daar ook over geïnformeerd zullen worden. Alleen we gaan dat niet met u delen. Omdat daar eigenlijk is de bijdrage van jij dat er ook een beetje bewijs van. Goed bedoeld hoor, ik snap hem met goed kennis. Maar de 15 minuten nog is niet het enige waarop wij met onze ambulance-dienst zullen worden afgewezen. Kwaliteit van de zorg staat voorop. En dat dan helpt een 15 minuten nog ons beoordelen. Hebben we last van infrastructurele werken? Maar het probleem onderweg is het managerio relatief goed gelopen. Dus in die vorm blijven we die rapportages leveren intern. En wat ik dat niet bedoel, maar toegezegd is dat het bij burgemeesterschap te doen. Maar we gaan het niet meer publiceren, omdat het dan tot een eenzijdige oriëntatie zou leiden. Want kwaliteit van de zorg is veel belangrijker. Dat klopt in een uitgebreide discussie ook met de voorzitters van het ROAS regionaal. We gaan naar goed zorgen.
Ze hebben de coördinatie van alle traumacentra in onze regio. En ook besproken dat ze kwaliteitsverzorging toe kan leiden. Dat je niet naar het circulaire ziekenhuis weet, maar naar het ziekenhuis dat het best tegen kritisch voor een bepaalde aanpak. En we weten nu al enkele jaren trouwens, dat als iemand een hartaal heeft, dan rijdt hij niet naar het Vlietland ziekenhuis, maar rijdt hij door naar het ziekenhuis van zich in Schafstrijd. Die is zo zeker niet meest verder. Fijn niet verder, maar dan krijgt hij de zorg die het meest past is voor die patiënt. En die ontwikkeling in de reguliere zorg, die gaat door, wat we daar van mogen vinden. En onze ambulance dienst die sluit daar dus ook op aan. Daar dat we de krijgsvermoeding noemen als centraal thema, want dat is kennend ooit geworden. We willen neerzetten, maar nog een beetje gerust, wij noemen het worden als management en als burgemeester. Ik begrijp het, dat u als burgemeesters natuurlijk daarboven eigenlijk staan. De werkmaatschappij die is gewoon, naar onze mening onvoldoende ingericht om aan die kwaliteitseisen te voldoen die er staan. En ook aan de normen die gewoon vastgesteld staan en gehandhaafd moeten worden. Iedereen moet zich aan normen houden, dus wij vinden dat de ambulance dienst dat ook moet. En kijk, die kwaliteit van die zorg, die acute zorg, want daar gaat het om, die wordt natuurlijk ondermijnd omdat die spoedeisende hulpposten allemaal gesloten worden. Want daarom worden die aanrijdtijden niet gehaald. Dat is onze grootste zorg. In onze regio moeten wij gewoon een ziekenhuis, een volwaardig ziekenhuis, weer terugkrijgen. En daar blijven wij natuurlijk voor strijden. En dat zou ook die aanrijdtijden vergemakkelijken om die te halen. En we zien het in alle gemeenten dadelijk in Nederland. Verdwijnen gewoon die 24 uur spoedposten. Ook de acute babyzorg die verdwijnt. Het is te gek voor woorden. Onlangs is er weer een bermbaby, zeg maar, geboren. Ik noem dat maar even zo. Die is gehaald in een berm ergens langs de Rijksweg. En het komt steeds dichterbij. En het gaat ook steeds meer plaatsvinden. Maar dat hartfalen waar u op doelt, daar is een andere norm voor. Binnen 6 minuten moet men gaan reanimeren, anders zijn we al te laat. Dan heeft die 15 minuten ook geen zin. En die norm is voor de specialisten die dan ter plekke kunnen zijn binnen die 15 minuten. Dat zijn die ambulanceverpleegkundigen die monitoren bij zich hebben, die professionele apparaten, medicatie bij zich hebben om hartfalen aan te kunnen pakken of andere aandoeningen die levensgevaarlijk zijn. En dat dan nog naar een ziekenhuis moet worden gereden, hè, want ik hoor u er net zeggen dat het maar 2 minuten rijden is vanaf de plek waar u dat bedoelt. Maar er zijn plaatsen, daar haal je dat niet in 2 minuten. Daar rij je minstens een half uur over. Zeker met de aankomende problemen of de huidige problemen al in het verkeer. Fileproblemen, infrastructurele problemen. Al die zaken die u al besproken heeft, vanochtend begrijp ik, hè, over de Heidenoordtunnel en andere zaken. Ja, die komen op ons af. Dat wordt steeds erger. En daarom is het ook het plan van de minister om alles maar te concentreren in de grote stedenziekenhuizen, die natuurlijk groot zijn. De exploitatie moet daar natuurlijk worden behaald, ingevuld worden. Maar de burgers van de kleinere gemeenten, ik noemde het al, die zijn gewoon de sjaak. En u komt ook in die kleine gemeenten. U komt zelf ook in die kleine gemeenten. Dus u kunt zelf ook de sjaak zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. En uw gezinsleden. En daar vechten wij voor om dat weer terug te krijgen. Ik wil graag in de vraag stellen. Want dit is het moment van de check-off te voeren. Dus een inspreker, daar kunnen we een vraag aan stellen. Hij heeft een vraag, hij heeft een brief gestuurd. En daar krijg je een keurig antwoord op. Dus ervoor zorgt dat het een en dat is ook deze vraag die nu gesteld zijn, maar op tijd moet ik nemen. Dus zowel de brief als de vraag van vandaag. Door het antwoord. En het antwoord is dat ik weet dat ik heb gegeven zien wat daar in de is opgenomen. Maar dat weet ik nog nauwelijks wel. Ik ken de discussie over andere regio's. De 15 minuten norm moest ook in de Wonderwaard tegen de achtergrond van de uitgestrektheid daar worden gezien.
Ik weet ook dat de discussie hier in het verleden is gevoerd. Ik was zelfs even op het verkeerde been geworden. Inspraakreactie van december was, geloof ik, een dag dat dat de inspraakreactie voor vandaag was. Dus ik heb nu twee keer van de inspreker kennis. Ik respecteer natuurlijk als hier een lijn in het verleden is uitgezet als het om inzicht in prestaties gaat. Ja, ik ben, dat wil ik wel zeggen, altijd wel voorstander van zo goed mogelijk inzicht bieden en verantwoording. Ja, komt ook. Nogmaals, je moet je niet blind staan op bepaalde normen, maar voor dat inzicht bieden, dat je goed verantwoorden, en daar wil ik toch even voor blijven, maar nogmaals wel respecterend, als daar kennelijk niet al een bepaalde zijn. Ja, voorzitter, ik ben het ook heel eens met collega Lamers, maar ook met collega Reewinkel. Kijk, ook wij, ik zeg het ook, Redeker, er zit geen licht tussen wat hij zegt en wat we allemaal vinden. Het moet op orde zijn. We moeten het kunnen volgen. Mijn gemeenteraad hecht er ook waarde aan. Het geldt voor alle onderdelen van de regio. We maken ons allemaal zorgen over de moeilijkheden, de knelpunten die ontstaan, arbeidsmarkt en dat soort dingen. Dus laten we vooral elkaar steunen in het beter maken van de zorg voor ons allemaal. En ik denk niet dat we hier weg moeten gaan met het idee dat we tegenover elkaar staan. Volgens mij staan we echt aan hetzelfde touw te trekken. Hier een bijzondere, en natuurlijk de maatschappij die vasthoudt aan de normen, definities die ooit zijn gemaakt door de samenleving in de Westen, Noorden, de CDA, en dan al afspraken met de Westen. Nu snap ik dat we ze afvaststellen, nodig hebben. Tegelijkertijd zijn er wel objectieve veranderingen gaande in de samenleving. Als je een ambulance norm vastlegt voor een bepaalde, met een bepaalde intentie, omdat je als bestuur iets wil. Maar op toestand verandert die intentie, omdat je niet meer dichtbij zijn de ziekenhuis als normaal zit, maar het beste ziekenhuis als normaal zit. En dat ligt toch wel op een andere plek. Dan vervaagt de oorspronkelijke definitie. En ik snap ook wel dat mensen die aan vast nodig hebben. Tegelijkertijd heb ik het gesprek waarom gaat op dichtbij de omstandigheden in de samenleving. En dat is namelijk keurig in de brief, zeer uitvoerig beschreven. En kunt op stichting naar de kast erover spreken. Ja, ik ben blij dat ik vandaag toch hier op de Koolsingel mocht zijn. Ik ben natuurlijk ook van de week hier geweest. Ja. En hoe heb je dat dan geregeld? Normaal gesproken had ik hier in mijn Feyenoord badjas gekomen, maar die is in het fontein nat geworden. Dus, maar in ieder geval gefeliciteerd met het kampioenschap van Feyenoord allemaal. Maar ik vind dit toch belangrijker. Dank u wel. Bij de test. Dat waren we niet zelf gesteerd, dus dat doen we hier waarschijnlijk van mij. Dankjewel.